Nou, ten eerste omdat hij is een hele goede spreker en hij kan heel goed praten. Waarom gaat hij er niet naartoe? Ja, hij waarom moet natuurlijk naar Schotland. Ja, laat hem er lekker heen gaan. En laat hem het uitpraten daarom. Ja, ik vind trouwens dat hele debat over Zwarte Pieten, daar word ik helemaal naar van. Want ik heb zelf 5 kinderen, dus ik gun die kinderen allemaal een mooi Sinterklaasfeest. En of die Zwarte Pieten nou eruit zien als een stroopwafel of dat ze zwart zijn, dat maakt allemaal niet uit. Alleen wat er omheen allemaal gebeurt. Dat als je deze taferelen ook ziet. Ik vind het zo asociaal. Het is een kinderfeestje. Maar even terug naar Abu Taleb. Mevrouw Becker, wat vindt u? Moet hij inderdaad die reis afzeggen en gewoon bij dit debat zijn? Nou, ik kan me voorstellen dat het voor de stad een belangrijk debat is. Als dit soort ongeregeldheden die we net zagen. Ja, dat doet wat. Hè? Als je daar staat met je kinderen en je ziet dit soort geweld. Maar ik kan niet goed beoordelen wat het belang is van de reis van burgemeester Abu Taleb. Dus ik ben benieuwd wat zijn reactie zal zijn vandaag. Inderdaad, als het aan de oppositie ligt. Ik weet wel dat als hij praat met die mensen die dat zeg maar doen, ik moet zeggen, die relschoppers, dan weet ik zeker dat hij wel doordringt bij die mensen. Want dus het is ook belangrijk dat hij er is. Het is wel belangrijk, ik denk wel dat dat voor de kinderen van Rotterdam misschien wel voor volgend jaar. Ja, het gaat nu niet om een debat trouwens met de relschoppers, maar in de gemeenteraad. Dus we gaan zien of hij erbij is. Hij kan het wel aankaarten wat er allemaal gebeurd is, want het is niet leuk. Nee.